is Nieraniet, het nieuws met Nira van Dijk. We gaan even kijken naar de hoofdpunten. Punt 1. Chocomelk. Punt 2. Knarsverhaal. Punt 3. Kerstkaart. Punt 4. Het weer. Goed, over naar punt 1. Jullie kennen chocomelk. Misschien hebben jullie het zelfs al eens gedronken. En het is zo beroemd dat zelfs de tijgers chocomelk krijgen. En dan nog 100 dozen. En zelfs chocopoeder en melk wordt naar de jungle afgevoerd. Goed, over naar punt 2. We gaan luisteren naar het levensverhaal van mijn lievelingsknuffel Knor. Luister even mee. Hallo, hier ben ik weer. En ik vertel jullie mijn levensverhaal. Luister maar. Eigenlijk slaap ik elke dag. Maar daarvoor woonde ik in een winkel in Schotland. En daar wachtte ik dag en nacht in een keihard rek. Samen met mijn vrienden. Draakje, girafje en olifantje. En toen, op een dag, kwamen een man en een vrouw en die kochten mij. En even later kreeg de vrouw een kindje. En dat heette Mira. En Mira groeide samen met mij op. En sindsdien is zij mijn allerbeste vriendin. Wij hebben veel kerstkaarten gekregen. En zijn daar heel blij mee. Dus dachten Tijger, de weerman en ik om een prijsvraag te stellen. We hebben zelf een kerstkaart geschreven en die sturen we op met een cadeautje naar de winnaar van onze wedstrijd. De vraag is, uit welk land komt Knor? Als je goed hebt geluisterd naar deze Mirabiet, weet je het. We trekken de winnaar woensdag. Kerstkaart van Tijger! Oké, over naar het weer met Jack de Blijn. De volgende dagen wordt het heel mistig. De mist kan plots opkomen. Wees voorzichtig. Tot de volgende keer met meer weer. Dit was Mirabiet van 27 december. Tot de volgende keer met nieuw nieuws. Daag!